13 brouwen we bij Brouwerij Meulenend speciaal bier. Dit is begonnen vanuit een hobby. Wij zijn begonnen met 20 litertjes te brouwen. En dat is eigenlijk constant uitgegroeid. Totdat we in 2017 van hobbybrouwer beroepsmatig zijn begonnen met bier te brouwen. Eerst als huurbrouwer, dus gebruikmakend van andere brouwerijen, de capaciteit van andere brouwerijen. En sinds 2019 brouwen we in onze eigen installatie in het mooie Brabantse Hoeven. We doen dat als familiebedrijf. We zijn met z'n vieren waar we allemaal ons eigen steentje bijdragen. Mijn zoon en ik doen het meeste de productie. De anderen zitten meer op het gebied van administratie en internet. We doen alles zelf. We hebben geen tussenhandel. We leveren direct onze bieren bij de klanten. Waarbij eigenlijk twee facetten de hoofdrol spelen. Enerzijds servicegerichtheid en anderzijds kwaliteitsbewustzijn. Dat zijn bij ons de speerpunten waar we ons op focussen. En waar we gezien hebben dat de afgelopen jaren een groot deel van ons succes op gebaseerd is. Binnen onze brouwerij maken we een aantal bieren. De eerste die ik jullie wil laten zien, dat is Haldenbergs bier. Haldenbergs bier is altijd te herkennen aan een omdraaipoppetje. Normaal is het een oudere dame, op het moment dat die recht staat. En op het moment dat we hem uitgeschonken hebben, dan verandert hij in een prinses. Dat betekent dat als je ons bier op hebt, de wereld een heel stuk vrolijker uitziet. Dat is het Haldenbergse bier. Daarnaast maken we nog een hele hoop private labels. Dat zou voor zo'n klant kunnen zijn, maar dat kan ook voor de horeca van een dorp zijn. En we maken themabieren. Themabieren in de zin van of opgehangen aan een thema als papegaaien, maar het kan ook een seizoensbier zijn in de zin van herfstbok. Dat zijn allemaal bieren die rechtstreeks uit onze mooie vergistingsinstallaties komen. Maar, zoals je kunt zien, doen we ook heel veel barrel-agen. Dat wil zeggen, nadat het uit zo'n vergister gekomen is en we hebben het bier gebrouwen, doen we het voor het bottelen nog ongeveer een jaar op een eikenvat leggen. Dat mag whisky zijn, dat kan cognac zijn, dat kan tequila zijn. Allerhande vloeistoffen die voor die tijd in het vat gezeten hebben, nemen vervolgens door het bier worden die smaken opgenomen. Dus dan krijg je bier, dat kan een triple zijn, dat kan een quadruple zijn. We doen dat met diverse biersoorten, hun eigen smaken aan. Krijg je stout bijvoorbeeld, met een mooie whisky smaak eraan. Altijd leuk om een keer een momentje van te genieten.